Dames en heren, welkom bij deze toch wel bijzondere raadsvergadering. Die ik hierbij open. Met excuus dat het wat lang duurde, maar ik was gewoon zonder ketting was ik naar beneden gekomen. En gelukkig viel het mezelf op. Dus ik u allen niet, terwijl ik u hand gaf. Dus ik ga er allemaal van uit dat dat een goed teken is. Dat ik ook voldoende natuurlijke autoriteit heb zonder ketting. Maar laten we het daar allemaal op houden. Meneer Raamaker die is afwezig. Vanwege een vervelende langdurige ziekte. Niet ernstig, ik bedoel allemaal niet dodelijk, maar hij heeft wel knap veel last van. En hij zal vervangen worden, als ik dat zo mag zeggen, tijdens deze vergadering. Door de heer Schuurman, die namens gemeente Belangen het woord gaat voeren. Spreker burgers, agenda punt 2, daar zijn geen aanmeldingen. En ik wilde de agenda vaststellen. Dat is perspectief het nota 2018-2021 een investeringsplan. 2018-2021, gaat u daarmee akkoord? En dat doet u. Dit ga ik nu allemaal niet voorlezen, dat komt straks wel. Maar daar gaat het over. Dames en heren, wat ik net zei, het zijn toch bijzonder. Ik vind het een belangrijke vergadering, laat ik het zo zeggen. Want we denken toch echt na over het perspectief van bestuur van deze gemeente in de komende periode. Dat gaat langer dan over de komende 3-4 maanden. Dat gaat eigenlijk over de komende jaren. En u bent ook in de gelegenheid om daar het woord over te voeren. En dat vind ik fijn. Dat gaan we doen voor de pauze. Alle fractievoorzitters en de heer Schuurman natuurlijk krijgen het woord. We hebben daarvoor 8 minuten. Voeren het woord achter het katheder. Daarna hebben we een korte pauze. En dan komt de reactie van het college. Dus mijn vraag aan de heer Schuurman is, wilt u aftrappen en mag ik u uitnodigen om achter het katheder plaats te nemen? Dat was een goed begin om onze fractievoorzitter te vervangen. Grote schoonmaak. De afgelopen weken zijn er veel nieuwe inzichten gekomen over de financiële positie van de gemeente Dalfsen. Door de wijzigingen van de accountants die we de afgelopen jaren hebben gehad, zijn er veel zaken naar voren gekomen over onze bedrijfsvoering. Elke accountant heeft duidelijk zijn eigen speerpunt, maar door deze wijzigingen is onze financiële huishouding flink opgeschud. Aan de ene kant zijn tegenvallers nooit prettig, aan de andere kant ze verdwijnen ook niet vanzelf. We zullen er dus mee aan de slag moeten. We kunnen stellen dat er veel taken door de landelijke overheid naar de gemeente zijn overgedragen zonder dat daar een tegemoetkoming of noemenswaardige vergoeding tegenover staat. Gemeentebelangen vindt dat we een financieel gezonde gemeente moeten zijn en hebben het college deze opdracht dan ook meegegeven. De afgelopen jaren hebben we meerdere keren aangegeven dat we scherp aan de wind moeten blijven zeilen om ervoor te zorgen dat we als gemeente ook richting de toekomst financieel gezond blijven. Een aantal zaken waar we opmerkingen over hebben. We vragen ons af welke onvolkomenheden er allemaal bedoeld worden, zoals genoemd in hoofdstuk 1. We kennen er een aantal, maar we willen ze graag allemaal inzichtelijk hebben. In het hoofdstuk waar willen we naartoe met onze gemeente staat genoemd dat er een kloof ervaren wordt tussen de inwoners en de gemeente. Gemeentebelangen herkent zich daar helemaal niet in. Wij staan volop in de Dalfse gemeenschap en luisteren naar de geluiden van onze inwoners en brengen die over. De drempel mag wel lager, dat wel. Iedereen zou mee moeten werken om dit te bewerkstelligen. De gemeentelijke website is niet altijd up-to-date. We verwachten echt dat hier actie op wordt ondernomen. En dat niet werkende weblinks worden verwijderd en dat zoeken op de site eenvoudig wordt. Een voorbeeld zou kunnen zijn een lijst met veelgestelde vragen, zodat mensen eenvoudig de weg kunnen vinden. Afspraken en gespreksverslagen met en van bewoners met de gemeente moeten goed worden vastgelegd. Medewerkers van de gemeente moeten weten wat er besproken wordt met de inwoners of de belangengroepen. Het is erg frustrerend wanneer er vragen blijven liggen of niet bekend zijn bij de collega's. Het is daarom van belang dat er uniform wordt vastgelegd. Wij krijgen te vaak signalen dat zaken niet behandeld worden of worden vertraagd. Wilt u uitzoeken wat op dit gebied verbeterd kan worden? De gemeente Dalfsen heeft de afgelopen jaren veel grote investeringen gedaan. Elke kern heeft of krijgt zijn eigen cultuurhuis. Investeringen zullen altijd op ons afkomen, maar het is wel tijd om goed te kijken of alles wat we gedacht hebben ook daadwerkelijk realiseerbaar is. Zoals gezegd, gemeentebelangen wil de gemeentelijke portemonnee goed in de gaten blijven houden, omdat het gaat om gemeenschapsgeld en dit moet goed besteed worden. Wij vinden zoals altijd een sluitende begroting essentieel en staan achter het voorstel om een aantal zaken niet uit te voeren die wel op onze wensenlijst staan. Pas op de plaats, herbezinnen, prioriteiten stellen. De gemeente Dalfsen moet mee in de moderne vorm van communiceren.
Dit betekent begrijpen dat er snel reactie wordt gevraagd en dat het belangrijk is om zaken goed vast te leggen en op te volgen. Onze inwoners vragen duidelijkheid over ons optreden en geven volgens ons minder om bijvoorbeeld een nieuw logo. De veiligheid van ons digitale netwerk is een essentiële zaak. We hebben gezien dat er complete netwerken gegijzeld worden en wij willen dat er goede maatregelen worden getroffen om dit te voorkomen. De technische vraag is beantwoord, maar het is een blijvend aandachtspunt. De privacy van onze inwoners moet goed geborgd worden en blijven. We vragen ons af hoe het mogelijk is dat er nu al geld beschikbaar moet komen voor het beheer van het gemeentehuis. We snappen dat er onderhoud noodzakelijk is, maar had dit niet eerder en beter ingeschat kunnen worden? We vinden de afwijkingen aanzienlijk en willen graag een stabiele, gelijkmatige budgettering hiervoor. Gemeentebelangen vindt dat het belangrijk is dat onze inwoners zich veilig voelen. Heel recent hebben we vernomen dat het de verwachting is dat de criminaliteit zich de komende periode verplaatst naar het platteland. Aangezien meerdere kernen het eerste dorp aan de afslag van de A28 zijn, is het niet vreemd te veronderstellen dat we hier de komende periode meer last van krijgen. We staan op een goede 7e plaats in de Nederlandse ranglijst, maar we willen hier scherp op blijven letten. Stilstaan kan ook op dit gebied niet. We vinden het goed dat er eerst een beleidsplan wordt gemaakt voordat er geld beschikbaar wordt gesteld voor civiele kunstwerken. Prioriteiten moeten duidelijk worden gesteld. Spoedeisende zaken moeten natuurlijk wel direct worden opgepakt. De vooruitzichten voor de BV Nederland en dus ook voor Dalfsen zien er goed uit. Hier zijn we natuurlijk blij mee, maar het betekent niet dat al onze inwoners alleen maar positief is. We noemen hier met name detailisten, agrariërs, ZP'ers, die in sommige gevallen echt moeite hebben om het hoofd boven het water te houden. Het project Cultuurhuis De Spil in Nieuw-Leuzen gaat de goede kant op. Als we de planning volgen, dan gaat over een maand of drie al de schop de grond in. We zijn benieuwd of het project met de gunning nog steeds op schema ligt. We lezen dat in medio 2017 een onderzoek wordt gestart naar de behoeften en benodigde capaciteit van sportparken in onze gemeente. Sportservice Overijssel gaat onderzoeken hoe het zit met de bezetting en de tarieven in samenhang met verleende subsidies. We begrijpen het onderzoek in het kader van het in beeld brengen van de integrale kostprijs, maar wordt de uitslag van dit onderzoek uiteindelijk geen kapstok voor het verhogen van de huur of verlagen van de subsidie? Zoals u weet zijn de laatste jaren heel veel werkzaamheden en kosten op het bordje van de verenigingen gelegd. Een eventuele verhoging van huur of verlaging van subsidie kan financieel onmogelijk door de verenigingen worden opgevangen. Doorberekenen naar de leden kan betekenen dat de drempel omhoog gaat om te gaan sporten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? We lezen dat het bijstandsvolume de komende jaren zal blijven stijgen. De instroom wordt steeds meer gekenmerkt door een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het baart ons zorgen dat steeds meer mensen niet te plaatsen zijn en niet mee kunnen doen in de maatschappij. Ook vanuit financieel oogpunt is dit betreurenswaardig. Wij vinden het buitengewoon waardevol dat iedere inwoner een bijdrage levert aan onze gemeenschap. Welke effectieve prikkelingen gaat het college inbouwen om mensen die nu gebruik maken van de participatiewet te bewegen om weer aan het werk te gaan? Dit met de wetenschap dat er steeds meer vacatures openstaan voor alle beroepsgroepen. We hebben u in november 2016 gevraagd om te berekenen wat de gevolgen zijn als we de inkomensnorm voor kind- en ouderenregelingen van 110% naar 130% ophogen. In januari bent u met een globale schatting van de consequenties gekomen. Is er ondertussen meer duidelijk? In de perspectiefnota zien we dat er bij voorkeur binnen het budget gewerkt moet worden. Maar daar zitten wij toch echt strakker in. De transformatie moet gewoon binnen budget worden uitgevoerd. Mocht er redenen zijn om af te wijken, dan zien we graag een goed onderbouwd voorstel tegemoet. Ons doel is niet alleen kosten te verlagen, maar ook werken aan hogere kwaliteit en efficiëntie. Op het gebied van het sociaal domein lijkt er dat de zachte landing goed verlopen is. Nu is het zaak om te kijken waar we efficiënter kunnen werken. Preventie en vroegsignalering blijft volgens ons een belangrijke zaak. Onze efficiënte fysieke netwerk RUD is niet meer toegestaan en moet als gemeente Dalfsen over naar de omgevingsdienst IJsseland. Wij vinden het zuur dat we als gemeente deze extra kosten voor ons kiezen krijgen. Heeft de landelijke overheid hierover nagedacht en worden we gecompenseerd? In 2017, maart, is de verordening kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgesteld. Er is aangegeven dat Dalfsen zal voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria op het gebied van de wet Algemene Taken Omgevingsrecht. We willen graag weten wanneer we het toegezegde rapport over deze vorderingen gaan ontvangen. Gemeentebelangen ziet graag dat de gemeente Dalfsen positief staat ten opzichte van plannen die worden ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. We dienen er wel rekening te houden met de belangen van de omwonenden.
Ook zullen we scherp blijven toezien op voorgestelde grote veranderingen in onze leefomgeving waar geen draagvlak voor is. Ons landschap zal de komende jaren veranderen. Dat heeft het altijd gedaan en dat zal het de komende tijd ook blijven doen. Communicatie op dit gebied is dus uitermate belangrijk. Met elkaar de noodzaak begrijpen waarom we moeten veranderen. De gemeente Dalfsen is een gemeente met weinig restafval en met een hoog percentage hergebruikte afvalstoffen. Dalfsen behoort op dit gebied naast regionaal koploper ook tot de landelijke koplopersgroep. Onze inwoners scheiden het afval dus zeer correct en verdienen een compliment. De omgevingswet werd door velen in eerste instantie met de nodige angst bekeken, maar we zien steeds meer als een kans. Er draaien al pilots en de proactieve houding spreekt gemeentebelangen aan. De themagerichte aanpak is de manier waar wij achter kunnen staan. Wij zijn erg benieuwd naar het programmaplan implementatie omgevingswet wat het eind van het jaar gereed is. Hoe we als gemeente moeten gaan acteren op de wet kwaliteitsborging bouwen zal de komende jaren duidelijk worden. De impact op de organisatie na inwerkingtreding van de wet zal er zeker zijn. Ondanks dat we ons als gemeente uiteraard hieraan moeten conformeren, hebben wij de nodige vraagtekens bij deze wet. Het lijkt erop dat, dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren. En dat kan niet de intentie van de wet zijn. De vastgestelde centrumvisie Dalfsen wordt in 2018 geconcretiseerd in projectvoorstellen. In de nota staat dat deze afhankelijk zijn van door de raad vastgestelde uitvoeringsparagraaf. Hoe stelt het college zich dit voor? Komt er een voorstel van het college? We zijn het eens dat het geld verstandig moet worden uitgegeven. Bij de behandeling van de begroting dit najaar komt het college met ombuigingen. Het is goed dat u daar de tijd voor neemt en we verwachten dan ook een goed onderbouwd voorstel. Gemeentebelangen heeft al 2 jaar verkondigd dat we de gemeenteportemonnee goed in de gaten moeten houden. Aangezien de reserves afnemen en er onduidelijkheid is in het sociale domein. We noemen specifiek de jeugdzorg. Voor de spil hebben we de nodige gelden beschikbaar gesteld en spreken de wens uit dat er behalve voor de aankleding geen aanvullende kredieten meer bij hoeven te komen. De centrumvisie Dalfsen komt eraan en niet te vergeten onze taakstelling bij duurzaamheid. De hoge werkdruk die ervaren wordt door het ambtelijk apparaat willen wij graag dat daar zorgvuldig mee om wordt gegaan en dat er de juiste keuzes worden gemaakt. Wat vindt u van de suggestie om het ambitieniveau aan te passen en het collegeprogramma in de toekomst in 4 jaar uit te voeren in plaats van de huidige 3 jaar? We hebben wederom kennis kunnen nemen van de meevallende meicirculaire. Meegenomen, maar we juichen nog niet hard. We lezen namelijk ook dat landelijke plannen met betrekking tot het klimaat en defensie op het vroegst verwerkt worden in de miljoenennota. We hebben nog steeds geen nieuw kabinet die duidelijk kan maken wat ons dat gaat kosten. Maar we weten al wel dat het nadelige financiële gevolgen zal hebben. We hopen dat er snel een kabinet gevormd wordt en benieuwd naar de uitkomsten van de septembercirculaire. Het beeld van niet weten waar we aan toe zijn past misschien ook wel bij de gemeente Dalfsen van dit jaar. Hopelijk is daar in het najaar een eind aan gekomen bij de behandeling van de begroting. Tot die tijd willen wij vasthouden aan de voorstellen van het college, inclusief de 1 miljoen ombuigingen. Denkt de wethouder daar ook zo over? Om richting te geven. We willen keuzes maken en op verantwoorde wijze bijstellen. Onderhoud van de wegen is iets waar wij niet aan willen tornen. Dat is volgens ons een verkeerde keuze. Besparingen op korte termijn en de kosten komen later dubbel zo hard terug. We willen ook graag dat kunsten op straat behouden blijft. Budgettering van ABRI's lijkt overbodig te zijn. De middelen die daar tegenover blijven willen inzetten voor kunsten op straat. Ook is er een bezuiniging gevonden met de rol voor de grasvelden. Dank u wel namens de fractie van gemeentebelangen. Dank u wel, meneer Schuurman. Mag ik u uitnodigen om nog even te blijven staan? Ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn vanuit fracties of misschien netelijke kwesties die naar voren gebracht moeten worden. Mag ik u uitnodigen? Meneer Hoogtenberg, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Meneer Schuurman, dank u voor uw inbreng. Dat was helder en duidelijk. We hebben wel 1 vraagje. U noemt dat u verwacht scherp te willen blijven op de voorgestelde grote veranderingen. In onze leefomgeving. Met name waar geen draagvlak voor is. Betekent dat gemeentebelangen tegen zaken als windmolens en zonneparken is? Dank u wel, voorzitter. Nee, dat betekent het zeker niet. Wij verwachten echter wel dat het draagvlak is in de omgeving. Dus dat er begrip is bij de omgeving voor waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. En dat men erin meedeelt. Dus er moet draagvlak zijn bij de omgeving. Ja, meneer Hoogtenberg, antwoord nog. Ik ben niet tevreden, maar dat is ook niet de opdracht van de heer Schuurman.
Meneer Royakkers, D66. Ik heb nog wel een paar vragen, voorzitter. Want het zou jammer zijn als de heer Schuurman nu al het podium moet verlaten en u er net op staat. Een van de vragen is, hij zegt investeringen zullen altijd op ons afkomen. Maar het is wel tijd om even goed naar te kijken enzovoorts. Hè. Maar ja, aan de ene kant komen ze op je af, maar aan de andere kant zit je toch ook zelf aan het stuur. En mijn vraag is nou, zijn er nou investeringen die we voornemens zijn waarvan u vindt dat ze niet door moeten gaan? Wat ik genoemd heb in mijn stuk zijn de kosten met betrekking tot de Abris en de rol bij de kunstgrasvelden. Daarvan hebben wij gezegd, die kunnen op dit ogenblik achterwege blijven. Verdere grote zaken zijn we in een dermate stadium dat die op dit ogenblik niet stopgezet kunnen worden of die we ook niet stop willen zetten. Oké. En de volgende vraag, meneer Royakkers? Ja, want ik mag niet zeggen dat ik dat maar klein bier vind, of niet, die twee dingen. Dat heeft u hiermee gedaan, dan kunt u nu naar de volgende vraag. Ja, de volgende vraag was... Dus de meesten hier staan er 's morgens wel voor op, hoor, voor dat bedrag. Ja, dat kan, maar die hebben niet het budget van de gemeente. En ook niet de taak van de gemeente. Maar goed, dan is een andere vraag, en dat intrigeert mij. Dat bijna aan het eind van uw betoog zegt u... De suggestie om het ambitieniveau aan te passen en het collegeprogramma in de toekomst in 4 jaar uit te voeren in plaats van in 3 jaar. Nou, dat snap ik niet goed, want volgens mij heb je het over hetzelfde programma en het kost evenveel. En ik heb nog niet eerder gemerkt dat we het in 3 jaar uitvoeren, want volgens mij zijn we 4 jaar hard aan het werk. Dus ik snap dat niet. Kunt u dat uitleggen? Meneer Schuurman. Natuurlijk. Wat wij daarmee bedoelen is dat het bij de planning van het programma niet in 3 jaar wordt gepland, maar dat je daar een wat ruimere tijd voor aanhoudt, zodat er minder werkdruk wordt ervaren bij de ambtenaren. Nog meer vragen, meneer Royakkers? Ik snap het niet, maar dat zal aan mij liggen. Dank u wel. Dat zullen we straks in de discussies mee mogen maken. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, ik wil eigenlijk even aansluiten bij de laatste vraag van de heer Royakkers, namelijk over die 3 en die 4 jaar. Want dat gaat hier over het coalitieprogramma. Als je dat letterlijk leest, dan zou je kunnen zeggen van nou, het is klaar. We gaan naar huis toe. Dat gevoel hebben wij in ieder geval nog niet gekregen. Maar wat bedoelt u daar nou precies mee met het coalitieprogramma? Vindt u dat dat dan nu klaar is? Dat is 1 vraag en ik heb nog een andere. Jullie tweede dan maar gelijk achteraan. Dan kan de heer Schuurman nu ook nog even nadenken. Ja. Nee, ik ben blij, en dat is ook een consistente lijn van gemeentebelangen, van werken aan een sluitende begroting. Dus dat is prima. Dat steunen we ook van harte. Maar tegelijkertijd wordt er gezegd van we moeten prioriteiten stellen. En we moeten 1 miljoen gaan ombuigen. Onze vragen zijn, waar liggen de prioriteiten van gemeentebelangen? Kunt u de 3 belangrijke noemen, of 4 of 5, maar zoiets. En waar ziet u een glimp van de 1 miljoen ombuiging? Kunt u daar iets op zeggen? Meneer Schuurman, als u het aandurft. U mag dezelfde vraag straks trouwens ook aan de heer Nijkamp stellen. Dank u wel. Ik zal er rekening mee houden. Om te beginnen met de eerste vraag. Nee, het is zeker niet af. Deze periode duurt 4 jaar... Het coalitieakkoord wordt opgesteld voor een periode van die 4 jaar, maar de planning zit toch in de eerste periode om zaken ook af te kunnen ronden. Je zou daarin kunnen kijken om toch iets voorzichtiger te plannen, om op deze manier de werkdruk binnen de organisatie iets lager te krijgen. Dus klaar? Nee. We zitten hier met z'n allen en volgens mij hebben we grote uitdagingen voor ons. Dus nee, klaar? Absoluut nog niet. Volledige ruimte vinden voor de ombuiging zoals die er zijn op dit ogenblik nog niet concreet te geven wat mij betreft. We hebben de stukken gezien, we werken richting de begroting waarbij je een en ander naar kan kijken. We hebben aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat onze inwoners in een veilige gemeente wonen. We vinden het belangrijk dat het hier goed wonen en werken is. Dus wij proberen op alle manieren daar goed invulling aan te geven. Duurzaamheid is belangrijk. Ik durf het niet aan om te zeggen van ik ga op voorhand iets strepen. Want het sociale domein valt niet op te strepen. Dus
om te zeggen van, wat zijn de vier belangrijkste, dan sla ik heel veel dingen over. En dus die op dit ogenblik wil die niet noemen. Dank u wel. Nog geen antwoord. Meneer Schuurman, mag ik u bedanken. En mevrouw Rauwman, mag ik u uitnodigen voor uw eerste algemene beschouwingen als fractievoorzitter van het CDA? Ja, hij doet het. Voorzitter, inderdaad, voor mij de eerste keer bij dit katheder dat ik het woord aan u mag richten in deze raadzaal. Weer een andere dimensie die energie geeft, maar ook wel spannend zo'n eerste keer. Allereerst dank voor iedereen die meegewerkt heeft bij de totstandkoming van deze nota. Ook al is deze nota vrij financieel ingestoken, we weten waar we staan en we moeten nu keuzes maken voor de toekomst. Voorzitter, soms heb je het gevoel dat alles voor de wind gaat. Zoiets als een mooie zonovergoten voorjaarsdag, net als afgelopen dagen. Je kunt het nu buiten nog zien. Waarbij je fietst door onze groene gemeente. En je bedenkt welke mooie dingen de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Van cultuurhuizen tot decentralisaties. Het wonen in de gemeente Dalfsen is gewoon meer dan goed te noemen. Geen wolken aan de lucht tijdens je fietstocht. Tenminste, zo lijkt het. En toch, de wind steekt iets op. Er drijven wolken binnen die het zicht kunnen gaan belemmeren. Er ontstaat financiële tegenwind. De vraag die wij ons als CDA-fractie hebben afgevraagd, wat is onze reactie op het ontstaan van al die tegenwind? Welke koers moeten we nu varen? Tijdens de behandeling van de perspectiefnota binnen onze fractie was onze eerste gedachte, we blijven koersvast. Vanuit onze visie blijven de drie volgende thema's voor onze CDA-fractie centraal staan. Ieder mens stelt mee. We laten onze leefomgeving goed en liefst beter na aan onze kinderen. En natuurlijk met een financiële gezonde basis. Natuurlijk moeten keuzes gemaakt worden. Maar dan wat ons betreft vanuit de koers die ons kenmerkt als CDA. En het wonen hier zo mooi maakt. We geloven daarbij in de kracht van onze inwoners. Ik citeer vanuit ons verkiezingsprogramma. Wij willen de kracht benutten van mensen, bedrijven, scholen en andere organisaties. Door deze krachten te bundelen zijn we voorbereid op de toekomst en in staat om van Dalfsen een slagvaardige gemeente te maken. En dan begin ik met de financieel gezonde basis. De nota, zoals ik al zei, is vrij financieel ingestoken. De vrij besteedbare reserves zetten een dalende trend in. Onze inkomsten uit het grondbeleid drogen langzaam op. Dus als we geen nieuwe inkomstenbronnen zoeken, betekent dit minder mogelijkheden voor de toekomst. Onze vraag is dan ook, is er nagedacht om nieuwe inkomstenbronnen te genereren? Als we niets doen, dan komt er een moment dat we moeten bezuinigen of de lasten moeten verhogen. Dit laatste heeft niet onze voorkeur. Als voorbeeld zou het college kunnen gaan onderzoeken of wij niet zelf onze zonnepanelenvelden kunnen gaan exporteren. We houden dan zelf de regie in de hand, creëren financiële inkomsten en het draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd binnen onze gemeente. Complimenten daarvoor. We zijn een mooie gemeente met goede voorzieningen. Toch zijn we van mening dat er nu rust moet komen in de investeringen. We zijn dan ook positief over de kritische blik op de nog komende investeringen. In de nota staan nog veel in te vullen PM-posten. Deze posten gaan daar hoe dan ook komen en komen dan in ieder geval gedeeltelijk ten laste van onze exploitatie. Op dit moment hebben we voor deze posten dus geen goed beeld op onze toekomstige financiële situatie. Om teleurstelling te voorkomen willen wij hier graag helderheid. Kan het college een inschatting maken van de investeringen op basis van ervaringen en wat hiervan de gevolgen zijn voor de exploitatie? Dit om de juiste keuze te kunnen maken voor de toekomst. In de nota lezen we budgetverhogingen voor meerdere gemeenschappelijke regelingen. Hoe gaan we hier grip op krijgen? Graag ontvangen wij een voorstel hoe het college zijn rol gaat pakken binnen deze gemeenschappelijke regelingen, om deze onverwachte budgetverhogingen tot het vrede te laten behoren. We verwijzen hierbij naar het onlangs uitgevoerde onderzoek van de Rekenkamercommissie. Op economisch gebied ervaren we een herstel, welke zich lijkt door te zetten in 2018. Het CDA steunt dan ook het voorstel om ons vooral in te zetten op de randvoorwaardelijke bijdrage aan een gezond ondernemingsklimaat. Echter, we lezen in deze nota alleen over het MKB. We missen hier de ondersteuning van de agrarische sector en van de zelfstandige ondernemers. Kan het college ons toezeggen dat de inzet ook van toepassing is op deze ondernemers?
Dat het aantal zelfstandigen ten opzichte van 2016 al met 85 is toegenomen, betekent niet dat het allemaal zomaar goed gaat. Het bundelen van werkzaamheden levert over het algemeen voordelen op. Wij ondersteunen dan ook de zoektocht om aan te sluiten bij een shared service center. In dit rijtje past ook de verdere digitalisering van het informatiesysteem. Digitalisering is de toekomst voor een betere dienstverlening aan de burgers en levert efficiëntievoordelen op. We begrijpen dan ook dat hierin wordt geïnvesteerd moet worden en dat er meer aandacht moet komen voor de informatieveiligheid en zijn dan ook blij om te lezen dat hier actie in wordt ondernomen. Leefomgeving. Investeren in duurzaamheid zorgen ervoor dat we onze groene omgeving kunnen behouden. Rentmeesterschap. Maar minstens zo belangrijk is het creëren van lastenverlichting voor onze inwoners. We moeten hier slim mee omgaan. De gemeente moet met name faciliteren op ambtelijk gebied. Mooie voorbeelden op dit moment zijn de acties van de duurzame dorpen. Om maar een voorbeeld te noemen, het inzichtelijk maken van energielabels van woningen in ons dorp Oud-Leuzen. Zodat de inwoners weten wat het oplevert als ze gaan investeren. Maar alleen met deze voorbeelden komen we er niet. Zonder extra grootschalige energieopwekking gaat Dalfsen haar bijdrage aan de klimaatdoelstelling niet halen. We roepen het college op zorg te dragen voor een werkbaar en transparant kader voor de plaatsing van de zonnepanelen in ons buitengebied. Na de zomer komt het voorstel voor de invulling integraal beheer openbare ruimte. Wij willen het college meegeven om kritisch te kijken waarin we gaan investeren. Daarbij rekening houden met de risico's als we op sommige onderdelen minder zullen investeren. Wij hechten veel waarde aan de bestaande voorzieningen in de kernen. De cultuurhuizen vervullen hier een belangrijke rol. Het is dan ook belangrijk dat we ze steunen in de uitvoering van hun taken. Toch moeten wij erop toezien dat ze hun taken en programmering vervullen binnen de bestaande subsidies. Heeft het college de opdracht aan het bestuur van de spul meegegeven om de taken en de programmering binnen de al bestaande subsidies van de gebruikers te realiseren? Om de financiën op orde te houden, zullen we nog meer moeten insteken op eigen kracht van onze inwoners, bedrijven en instanties. Ook meeliften op initiatieven die zich aandienen. Op het gebied van asbestsanering is het voorstel om mee te liften op verschillende financieringsconstructies die provinciaal en landelijk onderzocht worden. Natuurlijk is het in eerste instantie de opgave van de dakeigenaren zelf. Toch willen we het college vragen de ontwikkelingen goed in de gaten te houden en actief te zijn. We moeten dit probleem samen met onze inwoners omarmen en daar waar mogelijk faciliteren. Ieder mens telt mee. Burgerparticipatie op het gebied van alle leeftijden is en blijft belangrijk. We moeten de burgers meenemen in de ontwikkelingen en hun eigen initiatieven omarmen. Dit levert energie en efficiëntie op in de uitvoering tussen burgers en overheid. De omgevingswet is hier de komende jaren een goed voorbeeld van en biedt ons veel kansen. Dit willen we budgetneutraal uitvoeren. Hoe kijkt het college naar de bijbehorende frictiekosten? Afgelopen jaar is er veel energie gestoken in het opzetten van de WhatsApp-groepen in verband met de buurtprovincie. Complimenten hiervoor. Het gevoel van veiligheid is belangrijk voor onze inwoners. Toch lezen we in de media een bericht van de commissaris dat er met name in de nachtelijke uren te weinig politie op straat is. Delen wij deze mening en hoe gaan we dit gevoel van veiligheid vasthouden? Menselijk geluk, gezondheid, veiligheid en geborgenheid staat voorop ten opzichte van materialiteit. Dat de gelden die we krijgen voor het sociaal domein dan ook bestemd worden voor het sociaal domein, is en blijft voor het CDA een natuurlijk uitgangspunt. We mogen stellen dat de decentralisatie van het sociaal domein geslaagd is. Complimenten daarvoor. We staan nu aan het begin van de transformatie. De startnota hiervoor komt eind dit jaar in de Raad. Onze zorg zit er met name bij de jeugdzorg. We hebben nog steeds het gevoel, mede ondersteund door verhalen in de media, dat we daar geen grip op hebben. Lange wachttijden, afgesproken prestaties die niet worden geleverd. Kan het college dit gevoel bij ons wegnemen? Als het gaat om de gemeente Dalfsen, we lezen dat er vanaf nu anders wordt ingekocht om hier grip op te krijgen. Dit is een begin. Toch willen we het college vragen om vooral in gesprek te gaan met de inwoners die het betreft. Dat is volgens ons de enige manier om grip te krijgen en te toetsen of de zorg geleverd wordt die nodig is. Door middel van een raadsvraag hebben wij aandacht gevraagd voor de contractering en financiering van onder andere de kindertelefoon, welke vanaf 2018 bij de gemeente zou komen te liggen. Wij zijn blij dat deze landelijke aandacht van onder meer het CDA eraan heeft bijgedragen dat de kindertelefoon en twee soortgelijke stichtingen door het Rijk worden overgenomen, zodat het voorbestaan gewaarborgd is.
Vanaf 1 januari 2018 is de wet harmonisatie kinderopvang van toepassing. Onze zorg zit bij de niet werkende ouders. Zij hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Hoe wordt dit na 1 januari 2008 geregeld? Het CDA is van mening dat elk kind zich moet kunnen ontplooien. Eind dit jaar wordt de nieuwe kindregeling aangeboden aan de Raad. Het CDA ziet uit naar het voorstel. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Tot nu toe zijn dit onze vragen. We hadden al veel technische vragen gesteld waar we duidelijke antwoorden op hebben gekregen. Zoals al in de inleiding al genoemd, ervaren we op dit moment financiële tegenwind. Dit vraagt van ons een pas op de plaats met betrekking tot onze uitgaven en een maximale inzet van onze burgers, in welke vorm dan ook, door onze krachten te bundelen. Dit alles voor het behoud van onze mooie groene gemeente. Bedankt. Dank u wel, mevrouw Hamerman. Mag ik ook u verzoeken om even nog daar te blijven staan? Want wellicht zijn er nog vragen of opmerkingen vanuit de raad. Mag ik de leden van de raad uitnodigen? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik wil even een kort vraagje. Mevrouw Ramerman, u hebt een paar keer aangehaald dat u, dat het CDA moet ik zeggen, zonne-energie aan alle kanten wil ondersteunen en wil stimuleren. Waar u op het punt duurzaamheid en energie niets over zegt, is windenergie. Is dat wat u betreft een beetje uit de gratie geraakt? Mevrouw Ramerman. In zoverre uit de gratie dat we daar besluit over genomen hebben dat we het bij deze laten zoals het nu is. En we met name nu over de zonneparken hebben. Het was al uit de gratie, meneer Wildvank, als ik mevrouw Ramerman goed begrijp. Anderen? Voor de kijkers en luisteraars thuis, ik was het niet. Anderen, meneer Nijkamp. Een aanvullende vraag over de zonneparken. U spreekt uit dat wij de exploitatie van zonneparken ter hand zouden kunnen nemen. De vraag die ons daarbij stelt, wie zijn wij? Is dat de gemeente of zijn dat de duurzame dorpen? Mevrouw Ramerman. De oproep die ik gedaan heb om eens te onderzoeken is dat wij dat als gemeente gaan doen. En niet de duurzame dorpen, maar wel in samenwerking. Maar dat de gemeente, omdat we nu ook vaak al de vragen zijn om garant te gaan staan, is onze vraag van ja, als je toch al garant staat, we kunnen misschien de middelen goed en goedkoop lenen. Is het dan niet beter om daar kijken of we daar inkomsten uit kunnen halen? Maar het is een gedachte waar we zeggen van nou, onderzoek dat is. Dus de gemeente, want ze lopen het risico, laat ze dan ook de opbrengst krijgen. Dat is de redenering. Anderen? Meneer Royakkers, D66. Ik wil nog even op de zonneparken doorgaan, voorzitter. Ja, dat wordt een vaste, denk ik, voor vanavond. Nou, dat hoeft niet. Want ik ben ook enthousiast daarover. Ik heb er in de vorige dingen ook al eens een keer gezegd dat er altijd geld is voor een goed project. En waarom zou ik dat niet doen? Maar aan de andere kant zegt het CDA dat er rust moet komen in de investeringen. Dus dat is niet helemaal met elkaar in overeenstemming. En als u het goed vindt, dan neem ik daar nog een derde punt bij. En dat is de asbestsanering. En als je nou ergens mooie zonneparken op kunt leggen, is op daken van boerderijen waar van boerenschuren waar het asbest moet worden verwijderd. En misschien dat u de oproep zou kunnen ondersteunen als CDA, want u hebt heel veel contacten ook in het boerenbedrijf. Boerkiestzon.nl. En okay, misschien kan de gemeente er ook wat aan doen. Je kunt in twee vliegen in één klap slaan, de asbestdaken vervangen en tegelijk zonnepanelen investeren. Was dat laatste een vraag of een oproep? Een oproep. Een oproep. En het eerste was een vraag. Eerst was een vraag. Mevrouw Ramerman, een vraag en een oproep. En dat ben ik even kwijt. Ja, u bent niet de enige. Ik hoor. Nee. De vraag was hoe je dat zou kunnen rijmen om de gemeente te vragen te investeren en tegelijkertijd, in bladzijde daarna, te zeggen dat er rust moet komen in de investeringen. Klopt, maar tegen deze investeringen tegenover staan natuurlijk wel weer inkomsten. Dus het is maar net wat je investeren ziet. Is het investeren alleen ten laste van de exploitatie? Of ga je investeren waar je ook inkomsten uit genereert? Daar zien wij verschil in. Investeren ten laste van de exploitatie versus investeren ten gunste van de exploitatie. Dank u wel. Dat is een helder antwoord, meneer Royakkers. Mag ik anderen nog uitnodigen? Mevrouw Ramerman, mag ik u bedanken. En dan geef ik graag het woord aan de heer Nijkamp van de ChristenUnie. Meneer Nijkamp. Voorzitter, de ChristenUnie wil blijven werken aan een duurzame leefomgeving. Een omgeving waarin we aan veiligheid concreet invulling geven,
waar we zorg kunnen bieden aan kwetsbare inwoners en waarbij we alle burgers serieus nemen. Dat is onze kernboodschap en tegelijk een antwoord op de belangrijke vraag die het college stelt in deze perspectiefnota, namelijk waar willen we als gemeente Dalfsen naartoe? We werken de vier onderdelen van onze kernboodschap hierna verder uit. Allereerst duurzaamheid. Als rentmeesters op een verantwoorde wijze omgaan met de door God gegeven aarde. Ook voor volgende generaties. Gelukkig lijkt meer dan ooit het maatschappelijk besef aanwezig dat veranderingen op het gebied van energieverbruik en opwekking onvermijdelijk zijn. We hebben hier het afgelopen jaar meerdere malen en intensief over gesproken in de Raad. Met elkaar hebben we richting gekozen en ambities vastgesteld. Het is niet langer vrijblijvend en zeker geen hobby. En daarom vinden we dat dit onderwerp bij de prio 1 onderwerpen moet staan. Het college is hierin helaas veel voorzichtiger. Waarom? Hebben we elkaar dan niet goed begrepen? Niet alles hoeft veel geld te kosten. Samen optrekken met de 5 duurzame dorpen en met hun inwoners en bedrijven moet een praktische vanzelfsprekendheid worden en niet beperkt blijven tot de beleidsnota. Verder op zoek gaan naar de juiste energiemix, besparend en groen opwekkend, concreet en passend. Vervolgens veiligheid. Een belangrijk thema in een wereld vol geweld, aanslagen, ongelukken en asociale media. Maar lokaal speelt het thema ook heel concreet. 3 voorbeelden. Fietsveiligheid kan, of beter gezegd, moet in onze gemeente verbeteren. Dat heeft de Raad ook aangegeven. En nu lijkt het te wankelen in deze perspectiefnota. Met toenemend fietsgebruik, stimulering hiervan in relatie tot duurzaamheid en ontwikkelingen op het gebied van de e-bike is er wat ons betreft ruimte om aan de slag te gaan. Met zo'n 1,5 miljoen euro besparing op het plan Jachtluster Allee is er voor jaren ruimte, toch? Dalfsen moet weer de meest fietsvriendelijke gemeente worden. Ook veiligheid is een prio 1 onderwerp. En we verwachten van het college in de begroting een daadkrachtiger en meer doordachte benadering. Hoe staat het met de effectiviteit van de politie in plattelandsgemeenten? Landelijk zijn er onevenwichtigheden in bezettingen geconstateerd. Voor Overijssel wordt er nog een analyse uitgevoerd, maar hoe staan we er in Dalfsen voor? Wat zijn de ervaringen en feiten van onze wijkagenten? Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed verdeeld of moeten we de oproep om meer bevoegdheden voor de burgemeester ondersteunen? Onder veiligheid valt ook privacy en dataveiligheid. Zoals vorige week ook aangegeven in het accountantsrapport ligt hier zelfs een verbinding naar het sociaal domein. Zorgmeiders, of beter gezegd gemeentelijke zorgmeiders, komen blijkbaar voor. Het delen van privacygevoelige informatie met de gemeente op dit terrein ligt zeer gevoelig. Gelukkig wordt dit onderwerp benoemd. Ook hiervan verwachten we in de begroting een nadere uitwerking. Dan de zorg in het sociale domein. Hoewel de rapportages van het college en de ombudscommissie geen alarmsignalen bevatten, blijft er wel wat knagen. We doen het met het geld wat we ervoor krijgen, is het motto. Dat is tot nu toe geïnterpreteerd als een bovengrens. Feitelijk doen we het al jaren voor aanzienlijk minder geld. Is dit laatste terecht en hoe gaat dit in de komende jaren? We stellen voor om explicieter onderzoek te doen naar de effectiviteit van de zorg en de markante verschillen met andere gemeenten. Als de vragen naar huidige effectiviteit zijn beantwoord, kun je ook beter beoordelen of er voldoende en juiste zorg is verleend en wat er voor de toekomst, denk aan de transformatie, nodig is. Neem hierbij ook de opbrengsten mee van de werkconferentie Sociaal Domein om de effecten van de verleende zorg goed te beoordelen en de geconstateerde knelpunten voortvarend aan te pakken, inhoudelijk en financieel. We stellen voor om de reserve Sociaal Domein nu nog eindig per 2020 uit te breiden met een egalisatiefunctie voor de jeugdzorg. Ook incidentele hoge kosten voor jeugdzorg moet je zonder directe exploitatie-effecten royaal kunnen dragen. Hiermee krijgt deze reserve een permanent karakter. Een nadere uitwerking hiervan zien we graag van het college tegemoet. We zijn positief verrast door de inzet van een strategisch plan voor de transitie. Vorig jaar kregen we nog een sterke afwijzing van het college op ons voorstel. Nu een prominente plek in programma 7. Mooie binnenkomer voor de nieuwe wethouder.
Een breed strategisch plan, extern georiënteerd en intern vertaald. We verwachten niet alleen de financiële, maar ook, en we noemen dit met nadruk, de inhoudelijke meetlat wordt gehanteerd. Het vierde onderwerp. De ontwikkeling van deze drie onderwerpen, voorgaande onderwerpen, rust op een goede invulling van de lokale democratie. Het gemeentebestuur heeft bij wet verantwoordelijkheden en bevoegdheden gekregen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat er bij inwoners en bedrijven het gevoel, of nog beter, de overtuiging is dat we er voor hen zijn. We merken dat niet tevreden burgers hard aan de bel kunnen trekken of sneller in juridische termen denken. Ook de publieke opinie is tegenwoordig snel beïnvloed. Dat heeft effecten op individuele personen en op het imago van de gemeente. De achterliggende vraag die we belangrijk vinden is, hoe komt dit? Het valt onze fractie op dat de wijze van informatieverstrekking, communicatie of participatie vrijwel maandelijks een onderwerp is in de commissie, dat in de commissie of raad wordt benoemd. De ene keer scherper dan de andere keer, maar telkens blijken er redenen te zijn tot kritische opmerking. En we zeggen niet dat het eenvoudig is, maar het lijkt wel of er sprake is van gemak of ondeskundigheid, onderschatting, onwil en of slordigheid. De komende jaren staan we ook nog eens voor de implementatie van de omgevingswet, waarin de interactie met inwoners en bedrijven een belangrijk aspect is. De eerder genoemde safe-factor van het college komt niet vanzelf. Dit thema verdient echt meer aandacht dan nu wordt voorgesteld en staat misschien wel hoger dan jongerenparticipatie. Deze laatste kan op de hoofdstroom prima meeliften. Deze kernboodschap met vier invalshoeken gaat verder dan het antwoord van het college. We hopen dat het meer richting geeft dan het in de paragraaf 2.1 verwoorde antwoord. Dat antwoord heeft een sterk kijk eens wat ons overkomt karakter en het leest niet als een visie. Het financiële perspectief. Eerst een zwaar punt. De taakstelling van 1 miljoen structurele ruimte te vinden. Met de stofkam door de structurele posten gegaan en dan nog dit bedrag vinden. Zoals gezegd heeft het college in essentie hiervoor één concrete invulling gegeven en dat is efficiënter werken. Een goed streven, maar ook realistisch. Overstijgt dit niet de verwachtingen van lean werken? Wat ziet het college als reële mogelijkheden op inhoud en bedragen? We lijken enigszins achter de feiten aan te lopen. Niet in maart, niet in juni, maar nu pas in november een moment van integrale afweging. Het voelt niet als een beheerst proces. We willen niet pas bij de begroting geconfronteerd worden met de uitkomsten zonder verder betrokkenheid van de Raad. Welke maatregelen zijn genomen en zijn deze voldoende voor invulling van deze planning? Ook de interactie met de bestuursrapportage leest niet gemakkelijk. De ene tabel omvat wel 2017 en de volgende weer niet. Het aanduiden van structurele en incidentele saldi helpt ook niet echt. Er is moeilijk grip op de cijfers te krijgen. In paragraaf 2.1 wordt gesteld dat door onvolkomenheden en achterstallig onderhoud de financiële ruimte geheel is opgeslokt. En vervolgens blijkt in paragraaf 3.3 dat er nog een structureel overschot is. Hoe kan dit? Er zijn alle beheerverrassingen er nu echt uit. Telkens blijkt dat beheer niet gezien of voorzien is en komt er plotseling weer een claim. Zie bijvoorbeeld de situatie van paspoorten, openbare ruimte, civiele kunstwerken. Is deze laatste post nu nul of is dat geen prioriteit 1 meer? Wil je als gemeente je taken adequaat uitvoeren, dan vraagt dit voldoende personeel met goede kwaliteit. Het is juist dit onderwerp dat een verwarrend beeld geeft. Binnen dit jaar ruim 250.000 aan personeelsuitbreiding geaccordeerd in het sociale domein. Daar ligt of lag volgens het college de noodzaak. En in deze perspectiefnota komt er met de op prioriteit 1 gezette apparaatskosten, personele knelpunten en het nieuwe werken nog eens 500.000 euro structureel bij. En tevens nog incidenteel budget voor 2017. Dit is niet wat we verwacht hadden. Bovendien wordt de verwarring nog groter gemaakt door bij de voorgestelde taakstelling van 1 miljoen euro de efficiëntie in de uitvoering als enige echte besparingsoptie te noemen. Gecombineerd met de gestelde vragen bij de jaarrekening met betrekking tot inzet van het personeel stellen we voor om eerst een goede analyse te maken wat ons in de komende jaren te wachten staat. En hierin kan tevens de oriëntatie op regionale samenwerking worden meegenomen. Omdat de reserve afvalstoffenheffing op korte termijn leeg is, verwachten we op zeer korte termijn een voorstel van het college om deze heffing, op deze heffing. Wat is er inhoudelijk gaande? Wat zijn de ontwikkelingen als we zo succesvol doorgaan? En wat betekent dit voor de kostendekkende tarieven?
Het laatste punt in de financiële oriëntatie. Een gemeente met torenhoge ambities en tegelijk de laagste belastingdruk. Gaat dit samen? Voorzitter, ik sluit af. De fractie van de ChristenUnie heeft u een viertal onderwerpen aangegeven die ons inziens een hoge prioriteit hebben. Duurzaamheid, veiligheid, zorg en interactie met inwoners. Dit heeft effecten op de plaatjes en lijstjes die in de perspectiefnota zijn gepresenteerd. En verder hebben we aangedrongen op onderzoeken naar de effectiviteit van zorgverlening en het personele toekomstplaatje van de gemeente. Ten slotte blijven er vragen over de procesgang om in november een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. De PM-posten en taakstellingen moeten echt concreet worden. Al met al geen eenvoudige opgave. De fractie van de ChristenUnie vindt haar inspiratie in de Bijbel. Ook voor ons politiek handelen in deze raad. De profeet Micha geeft dit op een prachtige wijze weer als hij schrijft: wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God. Gelukkig weten we ons hierbij afhankelijk van diezelfde God. En zijn zegen en wijsheid wensen we inwoners, college en ambtenaren en allen hier in de raad van harte toe. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Ook u vraag ik om even te blijven staan. Ik kan me voorstellen dat uw verhaal vragen oproept. De heer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag. U heeft het over een jeugdzorg-egalisatiereserve, noemde u het. Hè? Even kijken of ik het goede term had. Kunt u mij ons een idee geven van welke manier kan daar gebruik van gemaakt worden als dat nu ligt? Meneer Nijkamp, voordat u een antwoord geeft, mevrouw Schiphol zou daar gewoon graag een aanvullende vraag bij willen stellen. Want ik begrijp dat u dat voor na 2020 voor ogen heeft, structureel. Maar welke dingen zou u dan schrappen? Hetzelfde onderwerp gaat dat, hè? Goed. Ja, en meneer Kleinkoekamp wil daar graag nog op inhaken. Dan hebben we hem één keer gehad, denk ik. Dat denk ik. U stelt voor de reserve sociaal domein. Daar hebben we voorwaarden voor gesteld waarom of dat geld uitgehaald kan worden. U wilt als voorwaarde daarbij inhalen de egalisatiefunctie voor de jeugdzorg. En u wilt geen apart fonds inrichten. Dat is eigenlijk gewoon een beeldvormende vraag. Dus het voorstel is om de bestaande reserve om daaraan toe te voegen als functie, egalisatie, risico's, jeugd. Is dat de vraag? Misschien moet u die als eerste correct beantwoorden. Dat is wat we graag zien, want op dit moment is die betreffende reserve inderdaad voorzien van een aantal criteria, maar is ook eindig per 2020, voor zover wij dat hebben kunnen traceren. Tegelijkertijd was er een soort solidariteitsafspraak met omliggende gemeenten. Jeugdzorg kan op incidentele gevallen nogal behoorlijk oplopen. Dan gaat het soms over tonnen. En wat wij voorstellen, en daarmee zou je kunnen zeggen van nou, kan het ene jaar extreem hoog zijn, het andere jaar behoorlijk inzakken. En daarom zien wij heel graag een soort egalisatiefunctie toegevoegd aan die reserve. Dus het hoeft ook geen nieuwe reserve te worden, maar een nieuwe functie. Is het dan een voorwaarde? Nee, het is geen extra voorwaarde. Het is ook een mogelijkheid om eruit te putten. En dus structureel, dat was de vraag van mevrouw Schiphorst. Structureel dan? Dat is structureel. Dus structureel moeten we daar ook iets in leggen. De afgelopen jaren hebben we blijkbaar 3 ton aan de regio geschonken voor een dergelijke voorziening. Ik weet niet precies hoe dat zit met die bedragen, maar dat weet de wethouder ongetwijfeld nog beter. Maar een vergelijkbare functie moeten we dan eigenlijk intern in onze reserve voorzien. Dat is het idee. Dank u wel. Ik zou het woord schenken echt heel naar vinden, want het is gewoon 3 ton wat je hebt bijgedragen aan de gezamenlijke kosten. Dus je kunt ook nooit na afloop van een verzekering zeggen dat je de premie aan het verzekeringsbedrijf geschonken hebt. Dat zou... Dat voelt soms wel zo, maar het is feitelijk anders. Ja. Meneer Veldhuis, is de vraag voor u beantwoord? Ja? Anderen nog, op andere punten? Ja, meneer Nijkamp staat er nu. Meneer Koetsiers, alsjeblieft. Ik heb nog een vraag, dank u wel. In uw financiële perspectief stelt u ook een vraag van de gemeente heeft torenhoge ambities en tegelijk de laagste belastingdruk en gaat dit samen? Dat is de vraag die u stelt aan het college. Overigens ben ik blij met torenhoge ambitie, want dat betekent veel mooie dingen voor onze inwoners. Dat betreft dan ook mijn vraag. Moet ik het dan zo duiden dat u vindt dat er een keus moet worden gemaakt tussen de hoge ambities, dus minder mooie dingen voor onze inwoners, of vindt u een hogere belastingdruk? En
dan ben ik ook wel benieuwd als die keuze gemaakt moet worden wat uw eigen perspectief is. Ja. Nou, dit is eigenlijk de constatering ook van het college. We hebben torenhoge ambities. En tegelijkertijd zijn we blij met onze positie als het gaat over regionale en landelijke positionering van belastingdruk. En het is ook echt een vraag, niet alleen aan het college, wat mij betreft echt ook uitnodigend aan de hele raad, om daar toch eens over na te denken. Want ik merk ook wel enige voorzichtigheid en op zich ook terecht ook om belastingdruk te verhogen. Aan de andere kant, als je met elkaar zegt van hey, wij vinden duurzaamheid met elkaar erg belangrijk. En dat kost inderdaad 1, 2 ton of daaromtrent per jaar. Wat zou dat bijvoorbeeld betekenen in als je dat zou vertalen naar belastingdruk? Daar ben ik ook wel benieuwd naar, van, of we daar mogelijkheden zien. Want het lijkt ons in ieder geval ook weer niet handig om de ambities die we hebben op het gebied van duurzaamheid voorlopig maar eens even naar achteren te schuiven. Ja, ten koste van wat? Om dan nummer 1 te zijn in de laagste belastingdruk van Overijssel. Dat is voor ons ook echt een vraag. Hè? Ik bedoel, ik heb er ook niet direct een antwoord op, maar ik vind het wel belangrijk om die vraag onder ogen te zien. Is dat, verder zou ik op u krijgt geen antwoord, maar u krijgt een vraag. Nee, dat is prima. Dank u. Ja. Meneer Schuurman, wilde u die vraag nog stellen? Ik had het vermoeden dat u nog een vraag had. Ik weet het niet zeker. Ja, dat klopt. U begint uw betoog met dat er een viertal punten voor de ChristenUnie erg belangrijk zijn in deze reactie. Ik heb in mijn eigen betoog ook aangegeven dat er een aantal van die punten terugkomen. Eigenlijk heb ik ze allemaal besproken. Ik hoor u niks zeggen over bijvoorbeeld het wegennetwerk, het onderhoud daarvan. Vindt u dat dus niet belangrijk? Nee, dat is niet meteen de conclusie die je mag trekken. Ik was overigens erg blij met de drie hele concrete voorbeelden die u zelf gaf, want die sloten uitstekend aan bij ons betoog. Dus dat is ook prima. Want volgens mij hebben wij nog geen half jaar geleden samen met u een motie daarvoor ingediend. Dus dat zou raar zijn als we daar op zich geen voorstand aan. Want dat raakt natuurlijk ook direct het thema veiligheid. In dat kader moet je dat ook wel beoordelen. Waarbij wij ook nog geen compleet plaatje van het college hebben gezien van hoe we dat dan gaan aanpakken. Maar in dat kader heeft het wat ons betreft echt prioriteit in het kader van veiligheid. U heeft een antwoord gekregen. Of u daar tevreden mee bent, weet ik niet. Maar het is absoluut een duidelijk antwoord. Mag ik anderen uitnodigen op dit punt? Niet? Meneer Nijkamp, ik mag u voorlopig even bevrijden. En dan zou ik graag het woord willen geven aan de heer Wildfank van de Partij van de Arbeid. Meneer Wildfank. Ja, voorzitter, dank u wel. De perspectiefnota 2017. De laatste voorjaarsnota van deze raad, met weliswaar een andere opzet en naam. Perspectiefnota. Compliment voor de opstellers. De manier waarop je in het stuk wordt meegenomen is plezierig en het geheel is vrij overzichtelijk. Al moet ik zeggen dat ik het toch eigenlijk wel 2 keer heb moeten lezen, alvorens ik het gevoel kreeg dat ik het ook echt begreep. Over 2016 hebben we, zoals vanouds, een overschot en daar ga ik verder dus niks meer over zeggen. Prima. In deze perspectiefnota is wel meegenomen dat we wat scherper aan de wind gaan varen met deze begroting. Dus geen overschotten meer laten ontstaan. En ik waardeer deze inspanning zeer. Daar ben ik oprecht. En zoals ik wel vaker heb gezegd, je moet het geld van de gemeente wel aan de gemeenschap ten goede laten komen. Onze inbreng loopt langs 3 lijnen. Een opmerking over de decentralisaties in het sociale domein, een paar opmerkingen over de perspectiefnota zelf en een aantal voorstellen die we willen doen ter aanvulling, CQ aanscherping. Allereerst een opmerking over de decentralisaties in het sociaal domein. We hebben daarbij ook even gekeken naar het raadsdocument. Het is immers onze laatste voorjaars-perspectiefnota van deze raad. En ik citeer even uit het raadsdocument. Deze raadsperiode zal voor een groot deel in het teken staan van de decentralisaties in het sociaal domein. Wij verwachten dat een groot deel van onze inwoners direct of indirect hiermee te maken krijgt. Dit vraagt om duidelijke keuzes van de raad. Zowel bij het stellen van kaders als bij de uitvoering zien we een belangrijke rol weggelegd voor onze inwoners, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Er moet ruimte zijn voor ideeën vanuit het veld. Bottom-up benadering. Einde citaat. De vraag nu is, zijn we hierin geslaagd? Hoe kijkt het college hier tegenaan? En hoe moet ik dan duiden dat we een recente subsidieaanvraag hebben gezien die hier verband mee hield en die ook verband hield met het project Leemleveld werkt, die is afgewezen terwijl de resultaten van dit kleinschalige
bottom-up ontstaande project als zeer positief worden gewaardeerd. Verder in dit verband willen we pleiten voor een meer inhoudelijke betrokkenheid tussen gemeente Dalfsen en haar burgers, zodat er zekere wederkerigheid ontstaat. En vooral ook dat er een totaalbeeld ontstaat rondom een casus. De relatie met derden, zoals de centrumgemeente Zwolle en zorgkantoren met budgetten die niet van de gemeente Dalfsen zijn, worden kennelijk niet als vanzelf ook in oogenschouw genomen. Initiatieven bijvoorbeeld rond het thema burgerschap, zoals opgenomen in het VNG-rapport van de commissie Dannenberg, vinden we belangrijk. De tijd van praten zijn we gepasseerd en de tijd van aanpakken en daadwerkelijk doen is aangebroken. We pleiten dan ook voor de instelling van een gemeentelijke zorgcoördinator naast de mantelzorgmakelaar die er al is. Zij zouden de ontwikkeling binnen het sociale domein een enorme boost kunnen geven en een goede preventieve, verbindende en faciliterende functie kunnen vervullen. Zolang dat er allemaal niet is, in Dalfsen, gaan we ervan uit dat de burgers de zorg behouden die ze nodig hebben. Dan de perspectiefnota. Er wordt een groot aantal structurele en incidentele wijzigingen doorgevoerd. Daartegenover staat ook dat er een heel stel aanpassingen terzijde is geschoven. Ook al staat er soms een raadsbreed aangenomen motie tegenover. De afweging die daarbij is gedaan is niet altijd goed te doorgronden. Kunt u aangeven, college, welke overwegingen u hebt gehanteerd om onderwerpen als hondenbeleid, kunsten op straat en de motie bestuivers op voorhand terzijde te schuiven, terwijl het om relatief geringe bedragen gaat? Op pagina 13 schrijft u iets over de integrale kindregeling en inwerkingtreding per 1 januari 2018. Natuurlijk willen we dit liever eerder zien gebeuren, maar we complimenteren toch ook met dit punt. We zijn het eens met één van de twee uitzonderingen die u noemt in de inleiding, te weten het inboeken van de voordelen als gevolg van de analyse van de recente jaarrekeningen. Goed voorstel. Met de tweede uitzondering zijn we het niet zomaar eens. We hebben toch sterk de indruk dat de formatieve knelpunten waarvoor u in 2017 incidentele bedragen beschikbaar wilt stellen, met voorrang worden ingeboekt. In ieder geval zouden we die keuzes willen betrekken bij de afwegingen tussen dit onderdeel en dan de andere voorstellen die er nog liggen en terzijde zijn geschoven. Dan wat betreft de voorstellen die we willen doen. In de financiële ruimte, invulling financiële ruimte, op pagina 39, een overzicht van de wensen waaruit gekozen kan worden, zo staat het erboven. Ik stel voor de dekking apparaatskosten even niet te kiezen. Er wordt iets verderop in de lijst ook al voor een kwart miljoen op jaarbasis extra geld in de organisatie geïnvesteerd en ons voorstel is om deze vrijkomende middelen in eerste instantie dan in te zetten voor de onderwerpen van de lijst niet gehonoreerd. Te weten, het al genoemde kunsten op straat, de motie bestuivers, het zou nou ook een beetje gek zijn als we voor hetzelfde onderwerp opnieuw een motie moeten indienen, en het plan van aanpak voor het voorkomen van fietsongevallen. Duurzaamheid. Om te werken aan duurzaamheid voor het aspect Planet is door de minister van Infrastructuur en Milieu enige tijd geleden als beleidslijn afgesproken te starten met het energie-neutraal maken van de infrastructuurnetwerken van het Rijk. Bij alle nieuwe infrastructurele voorzieningen wordt de opdracht meegegeven binnen het project te borgen dat in de energie wordt voorzien die nodig is voor het laten functioneren van die nieuwe onderdelen. Bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen in de binnenterreinen bij klaverbladen van gereconstrueerde autosnelwegen. De PvdA-fractie vindt deze aanpak voor ons, duurzame gemeente Dalfsen, een voorbeeld dat eigenlijk per direct navolging verdient. Bij de besluitvorming over grotere infraprojecten, zoals binnenkort groot onderhoud en mogelijk ombouw naar erftoegangsweg van de Jachtluster Allee, is het een prima gelegenheid de energie van bijvoorbeeld de openbare verlichting zelf op te wekken. Is het college bereid deze aanpak te verkennen en met een voorstel voor een pilot te komen? De PvdA-fractie vraagt daarnaast aandacht voor het aspect people in de vorm van sociale duurzaamheid. U stelt vast dat de instroom in de participatiewet wordt gekenmerkt door een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn van mening dat de gemeente zelf als opdrachtgever hier een voorbeeldfunctie dient te vervullen door in contracten met opdrachtnemers bepalingen op te nemen betreffende het zogenaamde begrip social return on investment. Veel andere organisaties in onze omgeving hebben hiermee inmiddels ervaring opgedaan. Door een goede begeleiding van de opdrachtnemer blijkt het geen probleem te zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gedurende langere tijd weer te laten participeren in het arbeidsproces. Aannemers die in het begin twijfels uiten blijken bij juiste coaching of begeleiding tot creatieve oplossingen te komen. Bent u bijvoorbeeld bekend met het expertisecentrum Social Return van werkbedrijf Regio Zwolle?
Bent u bereid contacten te leggen met deze instantie om te verkennen hoe de gemeente Dalfsen een perspectief kan bieden aan mensen uit onze gemeente die al langere tijd niet meer deelnemen in het arbeidsproces? Een andere infrastructurele voorziening die we willen voorstellen hangt samen met de onlangs behandelde detailhandelsstructuurvisie. We stellen voor om te beginnen in de winkelgebieden in de kernen Nieuw-Leusen, Lemelenveld en Dalfsen, maar uiteindelijk overal, een openbare wifi aan te leggen. Makkelijk voor inwoners, aantrekkelijk voor toeristen en daarmee voordelig voor ondernemers. We vragen het college of ze bereid is om in samenhang met de detailhandelsstructuurvisie een voorstel op dit punt voor te bereiden. En ik verwijs ook nog even naar een mogelijke Europese subsidie die onlangs is beschikbaar gekomen voor dit onderwerp. Participatie. We hebben al eerder aangegeven niet altijd tevreden te zijn over de wijze waarop participatie vorm heeft gekregen. Ondanks de goede bedoelingen altijd. Bij het eerder door ons ingediende voorstel om met bewoners te komen tot het opwaarderen van de woonomgeving, gaven wij onze visie op een aanpak die tot betere resultaten leidt. Wij stellen nu concreet voor deze aanpak te volgen bij het herinrichting van de omgeving van de locatie Welkoop Industriestraat in Lemelenveld. Het is wenselijk de hele wijk, Mulnhoek, maar ook de bewoners van de Ankerstraat uit te nodigen te participeren om te komen tot een afgewogen plan voor deze locatie en de directe omgeving. Bent u bereid de aanpak zoals eerder geschetst te volgen? Als het gaat om verkeer en vervoer moeten we de komende tijd goed bij de les blijven en overleg met de provincie blijven zoeken. Openbaar vervoer blijft onze aandacht vragen. En verder zien we een toenemende belasting op de rondweg en de weg naar Heino, de N35. En niet in de laatste plaats dient er aandacht te komen voor wat is gaan heten de fietssnelweg. Op dat laatste punt zijn we overigens voornemens binnenkort zelf met een voorstel te komen. Dit alles vraagt visie van de gemeente en niet zozeer snelle oplossingen. Herkent u die genoemde knelpunten? En dan tot slot nog een puntje van vorig jaar. Consultatiebureaus. Vorig jaar merkte ik op dat we blij zijn met het voorstel de bureaus nog 2 jaar open te houden. En de vraag is nu, komt er ook een structurele oplossing voor dit vraagstuk? Voor het overige, heel veel succes toegewenst. Dank u wel, meneer Wildvank. Mag ik de leden van de raad uitnodigen die wellicht nog vragen hebben aan de heer Wildvank? Of hem willen wijzen op inconsistenties in zijn redeneringen? Nou, die lijken er niet te zijn. Meneer Nijkamp. Meneer Wildvank, u pleit voor een gemeentelijke zorgcoördinator. Kunt u ons aangeven wat u daaronder verstaat? En wat is dan de rol naast de kernteams, sociale kernteams en ook ja, de aangestelde en aan te stellen medewerkers in het domein bij de gemeente? Dus u ziet blijkbaar nog ergens een gat in een taak. Een taakstelling. Kunt u dat toelichten? U geeft het antwoord zelf al. We zien een gat in die taakstelling inderdaad. En met name tussen die organisaties die niet direct op het terrein of in het werkgebied van de gemeente Dalfsen actief zijn. Er zitten wat activiteiten die door zo'n centrum gemeente Zwolle worden gedaan. De zorgverzekeraars doen een aantal zaken. En we merken dat daar een gat zit en dat mensen niet altijd in staat zijn om daar de weg te vinden. En het zou heel goed zijn als daar iemand als een zorgcoördinator, is maar een naam, ik doe het voor elke andere naam, maar als er iets als een zorgcoördinator zou komen die mensen daarin helpt om die weg te vinden. En nogmaals, hoe die ondergebracht wordt en hoe die heet, dat doet er dan even niet toe, maar het zit hem juist op dat punt dat datgene wat buiten het slagbereik van de gemeente Dalfsen ook gebeurt met die mensen die wel degelijk recht hebben op allerlei zorg, dat met elkaar verbonden wordt en dat de casus dus als geheel onder ogen wordt gezien en niet alleen vanuit Dalfsen perspectief. Andere vragen nog, opmerkingen? Is dit het geval? Meneer Wildvank, dank u wel. Mag ik het woord geven aan de heer Royakkers van D66? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, college en raadsleden en vooral beste Dalfsenaren op de tribune en thuis. Het lijkt erop dat er alleen belangstelling is voor de gemeentepolitiek wanneer je directe persoonlijke belangen mee gediend is. Dat herken ik ook al van mezelf, voordat ik in de gemeenteraad verzeild raakte. Maar dat vinden we bij D66 wel jammer. Binnenkort bij de Dag van de Democratie op 9 september en later dit jaar gaan we graag met onze inwoners in gesprek om te praten over hun ideeën voor de toekomst van Dalfsen. Dan bereiden we ons voor op de verkiezingen voor de raad in maart 2018. Ook als het best wel goed gaat, moet je wel blijven nadenken over de toekomst. Je kunt ook het beste de dakgoot repareren als de zon schijnt. Dat is dan een bruggetje naar de perspectiefnota.
Die werd vorig jaar voorjaarsnota genoemd en dat is niet het enige verschil. Ik heb er de stukken van vorig jaar juni over de voorjaarsnota en de discussies in oktober 2016 over de programmabegroting 2017-2020 nog op nageslagen. Toen zag alles er nog rooskleurig uit. Hoewel D66 toen ook indringende vragen heeft gesteld over de forse toename van het personeel. En in oktober was er zelfs nog sprake van zo'n groot overschot dat we wensen konden indienen. Inmiddels zijn we door het college als gevolg van nieuw inzicht en opvattingen van de accountant verschillende keren verrast met negatieve bijstellingen. Vooral gerelateerd aan personeel en pensioenkosten. De meeste van die posten zouden mens inziens echter niet als een verrassing moeten komen. Een duidelijk minpunt dus. Voor de goede orde noteer ik hier dat het college ons naar aanleiding van vragen heeft toegezegd begin september met een duidelijk overzicht te komen over het verloop en samenstelling van personeel en personeelskosten daarvan van de afgelopen jaren, inclusief inhuur. Maar gelukkig vielen de uitkeringen van het Rijk mee en heeft ons grondbedrijf weer het verwachte positieve resultaat. Al met al was het resultaat over 2016 acceptabel en we zijn voor onze inwoners nog steeds de goedkoopste gemeente van Overijssel. Positief vind ik wel dat het college, misschien mede naar aanleiding van die negatieve verrassingen, het initiatief heeft genomen om nog eens een keer met de stofkam door de begrotingen te gaan en geprobeerd heeft om constructief vooruit te kijken. Met de intentie om ook in de komende jaren een positief resultaat te boeken. Het principe juich ik toe, maar erover de invulling verschil ik van mening. Ook het verschil tussen kosten en investeringen, waarop je al dan niet afschrijft, mag voor mij duidelijker. Voor beide wordt dan in de Raad vaak gesproken over beslag op de financiële ruimte en financiering uit de reserves, hoewel het essentieel verschillende zaken zijn. Kijk dus uit voor het risico van pennywise en poundfoolish. Dat de ambtelijke staf daarbij hun uiterste best doet om de cijfers goed te presenteren, leidt geen twijfel. Voor hun inzet daarbij dank ik ze van harte. De inhoud van de nota probeer ik eenvoudig samen te vatten in de volgende punten. 1. De financiën worden krapper, we kunnen niet meer alles doen. 2. Sommige zaken zijn noodzakelijk, die wil het college door laten gaan, andere zijn wensen, die wil men deels schrappen. 3. Er is een taakstelling voor met name kostenvermindering van structureel circa 1 miljoen per jaar om financieel gezond te blijven in de komende jaren. De invulling daarvan wordt in het najaar verwacht bij de begroting voor 2018 en volgende. Die drie punten brengen me op een aantal keuzes die het college in deze notitie maakt of voorstelt. Dat onderscheid is me niet altijd duidelijk. Het lijkt me dat we wel het juridische principe moeten hanteren dat de Romeinen al formuleerden. Namelijk, actus contrarius similiter fit. Ofwel, dezelfde procedure volgen bij het ongedaan maken als bij het oorspronkelijke besluit. Dus, raadsbesluiten kunnen alleen door de raad ongedaan gemaakt worden. Daar kom ik nog bij op een paar voorbeelden die onder andere al eerder zijn genoemd. Deze gelegenheid lijkt me niet geschikt om op alle punten in de nota in te gaan. Het gaat om veel details en het lijkt me onmogelijk om deze in dit kader te bespreken. Ik noem een paar voorbeelden waar ik rare of opmerkelijke zaken zie. Op de eerste plaats, het college denkt nog wel in 4 jaar circa 1 miljoen extra uit te geven aan zogenaamd achterstallig onderhoud van de openbare ruimte. Bovenop de bedragen die reeds begroot waren. Terwijl we onlangs begrepen in een presentatie over het integraal beheer openbare ruimte, ofwel in vaktaal IBOR, dat die in Dalfsen relatief goed verzorgd is, misschien zelfs wel beter dan gepland. Maar er schrapt bijvoorbeeld wel kleinere bedragen die voorzien waren voor de N340 en de N377. Dat lijkt me raar. En onder de onontkoombare mutaties, dat vind ik wel een ronkende omschrijving, staat bijvoorbeeld een post van €60.000 extra per jaar, dus hoger dan eerder gebudgeteerd, voor alleen maar het onderhoud van een aan te schaffen computerprogramma. Daarover alleen al heb ik veel vragen die in dit kader moeilijk te bespreken zijn. Wat doen andere gemeenten? Werken we samen binnen de VNG? Hoe doen we dat soort dingen? En ook als onomkoopbaar aangemerkt zijn extra kosten, dus nogmaals, hoger dan eerder begroot, voor gemeenschappelijke diensten zoals de GGD, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.
die de taken van de gemeente gaat overnemen. Dames en heren, in totaal circa 1 miljoen meer dan eerder begroot voor de komende 4 jaar. Onacceptabel lijkt me. Kunnen we daar echt niets aan doen, samen met andere deelnemende gemeenten? En op het laatste voorbeeld dat ik heb is het voorstel om een plan van aanpak fietsongelukken te schrappen. Dat vind ik slecht. Het gaat namelijk niet alleen om een plan, maar ook om maatregelen die bedoeld zijn voor een langere termijn, zoals fietssnelwegen. Dat was, dacht ik, een onderdeel van het door de Raad in oktober 2016 vastgestelde gemeentelijke verkeer- en vervoerplan. Tot dusver de financiële punten. We zouden bijna vergeten dat we als gemeente ook veel rijker zijn geworden de laatste jaren. Het Kroonplein in Lemelenveld is geopend, het project De Spil in Nieuw-Leus is voortvarend opgepakt en gaat nu echt beginnen en het waterfront in Dallissen begint vorm te krijgen. Inmiddels hebben we al gezien hoe het ongeveer gaat worden. Het Stoomtheater, een café, restaurant en fontein, het centrum van waterfront heeft al smoel gekregen en het theater is wat mij betreft een succes. Mede dankzij een erg actief bestuur en het mag ook wel gezegd worden een inspirerende rol van onze burgemeester. Nu nog de bouwput zo snel mogelijk afmaken en de laatste fase rondbreien. En dat is nog wel spannend om te zien of dit allemaal op korte termijn lukt, inclusief winkels en parkeren. Maar dit zijn allemaal investeringen waarmee we tientallen jaren vooruit kunnen. En Dallissen heeft die grotendeels uit de reserves gefinancierd. Samen met de eerdere investeringen in de cultuurhuizen in Honors en Dallissen is het niet vreemd dat onze reserves wat minder zijn geworden. Wat mij betreft een normale zaak. En over burgerparticipatie het volgende. D66 hecht veel belang aan de lokale democratie en het betrekken van de inwoners. En het college lijkt het daarmee eens. We moeten onze burgers en bedrijven zo goed mogelijk bij beleidsvorming betrekken. De rol van de raad verandert hierdoor ook sterk. Mede als gevolg van de pittige discussies en verschil van beleving over de participatie bij de aanpassing van de Jachtluster Allee, zullen wij een initiatiefvoorstel indienen. We stellen voor om mede aan de hand van deze casus de uitvoering van de inspraakverordening door de Raad te laten evalueren. Ik rond af. Goede zaken als vanzelfsprekend nemen, dat is een menselijke eigenschap. Maar we moeten wel waakzaam zijn. Rust, veiligheid en stilte bijvoorbeeld merk je niet vaak op, totdat je het mist. Daarom zetten we ons ook daarvoor in, evenals voor de andere dingen die we zo gewoon vinden in ons mooie Dalfsen. Namens de fractie van D66 dank ik u voor de aandacht. Dank u wel voor uw inbreng, meneer Rooijakkers. Wilt u ook even blijven staan en mag ik de leden van de raad uitnodigen om eventueel de heer Rooijakkers nog te ondervragen op een of meerdere punten? Wie heeft daar behoefte aan? Die behoefte is er niet. Meneer Nijkamp. Eén vraag. We zouden graag even een korte toelichting krijgen op de passage. Daar gaat het over die structurele kosten die de afgelopen jaren zijn opgespoord en die we dan kunnen korten in de exploitatie. Dan zegt u, het principe juich ik toe, maar over de invulling verschil ik van mening. Maar waar verschilt u dan over met college van mening? Dat wordt niet helemaal duidelijk uit het verhaal. Ik heb een paar voorbeelden van genoemd. Ik vind bijvoorbeeld dat je wel de discussie kunt stellen of dat je dat extra onderhoud moet doen aan die wegen, terwijl je al onderhoudsplan hebt en terwijl we in de IBO-discussie hebben gezien dat wij keurig voldoen aan de plaatjes die daarvoor gelden. En ik ben het bijvoorbeeld ook niet eens om een bepaald aantal zaken te schrappen. Dus het feit dat je met de stofkam erdoor gaat, het feit dat je alles nog eens een keer tegen het licht houdt, dat vind ik een heel goed principe. Maar de keuzes die je erin maakt, ja, die zou ik hier en daar anders maken. Dat bedoel ik. Nog voorzitter, even iets duidelijker. Want die €272.000, daar gaat het over, hè, met die stofkam. Die is opgebouwd uit pak een beetje 10 posten. En zegt u daar dan mee van, ja, die 10 posten, een aantal daarvan, die ondersteun ik dan niet? Ik denk dat we elkaar verkeerd begrijpen, of dat ik u verkeerd begrijp. Die €272.000 die is gewoon gevonden volgens mij. Die is niet meer nodig. Bedoelt u dat? Nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar het gaat mij om bijvoorbeeld die lijst met wensen die geschrapt zijn. En anderen
die niet geschrapt zijn, waarvan ik zou zeggen, schrap die dan. We hebben het ook gehad over de jachtrustige allee. Die staat er nog wel in voor het oorspronkelijke bedrag. Daar kun je mooi 1 tot 1,5 miljoen vrij laten vallen. Duidelijk? Meneer Klein-Koerkamp, gemeentebelanghebber. Dank u wel, voorzitter. Meneer Rooijakkers, u hebt het op een gegeven moment over het grondbedrijf. En dat het weer de verwachte positieve resultaten heeft geboekt. Vindt u dit structureel? Nou, de afgelopen jaren was het zeker structureel, want het is ieder jaar het geval. En het zal nog wel een flink aantal jaren duren. Dus ik denk dat we de komende x aantal jaren daar rekening mee kunnen houden. En u kent mijn standpunt wel, dat ik vind dat we als Dallassen ook daar een eind aan moeten maken op termijn. Bijvoorbeeld in de gemeente. Ik vind bijvoorbeeld het plan Oosterdallassen. Nou ja, het is wel weer een heel mooi stukje Dalsen wat we opofferen. En zo kunnen we al het mooie groen wel vol gaan bouwen, maar daar zijn we denk ik niet voor op aarde. Dus in die zin zullen we er heel goed over na moeten denken van wat willen we waar nog bouwen? Willen we nog toestaan dat industriegronden bestemd worden? Hè? De provincie is er ook heel kritisch op geworden. Alle gemeenten willen dat soort dingen doen en er staan heel veel industrieterreinen leeg in de provincie, dus enzovoort enzovoort. Dus ik denk dat je op den duur wel een keer aan het eind komt. Dat is wel goed om ons te beseffen wanneer dat ongeveer is en dan kunnen we er rekening mee houden. Maar in een andere alinea, dat was even het laatste van mijn betoog, heb ik ook eigenlijk gezegd, we hebben ook heel veel investeringen gedaan en die investeringen hoef je voorlopig ook niet meer te doen. Dus in die zin vind ik dat we een heel stuk rijker zijn geworden de afgelopen tijd. Dank u wel. Is dat voor u voldoende, meneer Klein-Koerkamp? Meneer Rooijakkers, mag ik u... neem me niet kwalijk. Ik mis iets. Nou ja, meneer Nijkamp. Toch nog even over dat laatste punt. Want voor zover wij het hebben begrepen, is er nog steeds behoefte aan nieuwe woningen. Als je dan verder geen gebieden wil aanwijzen waar uitgebreid kan worden, dan kun je maar op één manier een oplossing vinden. Dat is de lucht in. Is dat dan wat u wilt? Daar zou je dus erg goed over na moeten denken, wat ik al zei. Omdat ik denk dat op een gegeven moment je ook best wel eens het schaars kunt laten worden om te wonen in Dalsen. Dat is toch hartstikke legitiem? U hoeft toch niet altijd te zeggen, u vraagt wij draaien. De groei is toch niet zeg maar, een alles overheersend zeg maar, doelstelling in het leven? Zullen we hierbij laten, want anders krijgen we een beleidsdiscussie over deze vraag. Is dat goed, meneer Nijkamp? Ik zie u staat te popelen. Kom vast nog een keer terug. Ja, het komt zeker nog terug. Ik sta zelf ook te popelen, maar ik moet me ook inhouden. Meneer Rooijakkers, dank u wel voor uw bijdrage. En tot nu toe bent u het minste buiten de tijd gebleven. Meneer Veldhuis. Ook u moet ik helaas toegeven, maar u staat wel echt ruim eerste. Ik ben bang dat ik daar overheen ga, voorzitter. Maar goed. Ja, u moet het ook beschouwen als een soort aansporing. Oké. Goed, voorzitter. Allereerst dank voor de stukken. De opstellers hebben er weer veel werk van gemaakt. Aan ons de schone taak deze perspectiefnota te beoordelen en hier vervolgens weer iets van te vinden. De perspectiefnota 2018-2021 ligt voor ons. Met deze raad stappen we in de trein op weg naar het eindstation voor deze raadsperiode. De eindspurt. We hebben de afgelopen 3 jaar veel dingen samen bereikt. Veel ambities zijn omgezet in mooie resultaten. En als we zo doorgaan, zullen we een groot aantal van onze ambities die we gezamenlijk in 2014 hebben vastgesteld, gehaald hebben in maart 2018. Voorlopig lijken we op koers te zitten dus. Vorig jaar trokken we in deze raad de conclusie dat we zo goed op koers lagen dat we financiële ruimte zagen. Ruimte om in te vullen. Hier zijn we vervolgens druk mee aan de slag gegaan. Om het overzicht te behouden is besloten om de uiteindelijke behandeling door te schuiven naar deze perspectiefnota. Dan zou alles bij elkaar komen en was het mogelijk alle consequenties in beeld te hebben. Klinkt allemaal logisch, toch? En toen kwam de jaarrekening. Een nieuwe accountant, andere manieren om het huishoudboekje van de gemeente bij te houden. Achterstallig onderhoud aan diverse grootboekrekeningen. Verlofstuurmeren, pensioenen van oud-wethouders die bijgesteld moeten worden. Ineens is er geen sprake meer van financiële ruimte. Conclusie is volgens het college dat onze ambitie te groot is. We moeten 1 miljoen ombuigen. En of wij als raad dat even willen doen. Wat we daarvan vinden, kom ik zo even op terug. De eerste vraag hierbij is of de 1 miljoen ombuiging structureel is, dus voor elk jaar dit bedrag,
of dat we 1 miljoen moeten ombuigen voor alleen 2018. Als we dan de perspectiefnota beschouwen en op zoek gaan naar 1 miljoen euro, dan wordt het er niet duidelijker op. We zien bij een groot aantal onderwerpen nog geen bedragen staan, de PM-posten. In sommige gevallen gaat het volgens de tekst om enkele tonnen. Moeten we dan aannemen dat als deze posten straks bij de begrotingsbehandeling in november wel gevuld zijn, de ombuiging nog groter zal moeten worden? Met andere woorden, stel dat we voor 2018 voor duurzaamheid een ton nodig hebben. We te maken hebben met een totale ombuiging van 1,1 miljoen. Hoe denkt het college over de ombuiging van 1 miljoen? Is dit volgens u voldoende met de PM-posten in het achterhoofd? Of hebben we straks bij de behandeling van de begroting in november met nog meer ombuigingen te maken? De aangedragen uitwerking van de technische onderwerpen zijn onderwerpen die te maken hebben vooral met de aanpassingen in de BBV. Blijkbaar hebben we hier de afgelopen jaren dus niet aan voldaan. Vraag die we hebben is of we verplicht zijn ons aan de BBV te houden. Het college en de directie komen met een groot aantal onderwerpen die prioriteit 1 meekrijgen. Deze zijn volgens het college en de directie noodzakelijk. Deze beperken dan ook wel meteen de mogelijkheden voor de raad om op zoek te gaan naar de benodigde ombuigingen. Hoe ziet het college dit? Kortom, het is verdraaid lastig om op zoek te gaan naar 1 miljoen als we alle prioriteit 1 onderwerpen buiten beschouwing moeten laten bij de ombuiging. Conclusie is dat we op basis van deze gegevens niet kunnen ombuigen. Daarnaast gebeurt er nog iets wat bij ons veel vragen oproept. Volgens ons is het zo, normaal gesproken krijgen we van het college voorstellen. Binnen deze voorstellen kunnen we als raad kiezen en desnoods een motie of een amendement indienen om een voorstel aan te laten passen. We hadden verwacht dat het college zelf met een voorstel zou komen hoe de 1 miljoen ombuiging is te realiseren. Al dan niet met een aantal scenario's. We begrijpen dan ook niet waarom het college niet hiervoor heeft gekozen. Kunt u aangeven waarom dit niet is gebeurd? U kunt dan immers aan de hand van een visie op deze onderwerpen een richting aangeven waar wij als raad wel of niet mee instemmen. Hoe ziet u dit? Bij de begrotingsbehandeling in november krijgen we toch wel een voorstel van het college. Natuurlijk hebben wij wel nagedacht over hoe we ombuigingen kunnen realiseren. Wat het in geld betekent, is, zo blijkt uit alle PM-posten, voor ons niet te bepalen. Dat zullen we dan ook niet doen, maar het gaat zeker helpen. Per onderwerp nemen we deze met u door. Vooraf hebben we wel een aantal vragen. Welke mogelijkheden ziet het college om de inkomsten te verhogen? Wat is uw visie hierop? Is het wat u betreft mogelijk om zonder de inkomsten te verhogen de ombuiging te realiseren? Zeker met de vele onzekerheden die nog in de voorliggende perspectiefnota liggen. Met het bijstellen van ambities vervallen reeds afgesproken prestaties. Veel van de prestaties worden uitgevoerd door ambtenaren van de gemeente Dalfsen. Die zullen niet verdwijnen. Hoe denken we dan toch de ombuiging te kunnen realiseren? Dan volgen nu de behandeling van de onderwerpen waarvan wij vinden dat deze in aanmerking kunnen komen voor de ombuiging. Het oplossen van diverse formatieve knelpunten. U geeft aan dat het hier gaat om een noodzaak. Voor ons niet. We snappen best dat de werkdruk hoog is in de organisatie. Maar de bezuiniging van een aantal jaren terug was er juist op gericht om de basisbezetting te verminderen. Door deze formatieve knelpunten toe te kennen draaien we een deel van deze bezuiniging terug. Enige uitzondering hierop is de toename van de basisbezetting door de transitie van het sociale domein. Samenwerking en uitbesteding. Afgelopen jaren hebben we als gemeente de mogelijkheid tot het aangaan van samenwerkingen op een aantal gebieden in de ijskast gezet. Gelet op de hoge werkdruk van de interne organisatie en het besparen van kosten pleit de VVD ervoor om hier toch onderzoek naar te doen. Behalve samenwerking behoort het uitbesteden ook tot de mogelijkheden. Wel moeten we kritisch kijken of hier een sluitende business case voor te maken is. Hiermee bedoelen we dat we dit soort beslissingen niet overhaast en onder druk moeten maken. Dan de IBOR. Tijdens de technische sessie over de IBOR bleek dat we als gemeente hoog scoren in de IBOR-benchmark. Als ik het goed heb begrepen, scoren we nu A+. Terwijl we onszelf hebben ingeschaald op B. We doen het dus te goed. Dit betekent dat we hier dus niet onze ambitie hoeven bij te stellen, maar wel de uitvoering. Zijn er nog meer onderwerpen waar we hoger op scoren dan de ambitie vereist? Dan duurzaamheid. Het is nog niet bekend wat we gaan uitgeven aan duurzaamheid. Wel geeft u zelf aan dat dit enkele tonnen is per jaar. We kunnen dus ook niet aangeven waar mogelijk ambities bijgesteld moeten worden. Wel een punt wat we het college mee willen geven. Voor de VVD staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Wel is het goed om het onderwerp tegen het licht te houden en met een lean bril hiernaar te kijken.
Waar ziet het college mogelijkheden om de ambities ten aanzien van duurzaamheid zo bij te stellen dat dit zal leiden tot kostenvermindering? Participatie. Qua ombuiging is hier met name op de langere termijn veel te winnen. We weten dat ook voor Dalfsen het bijstandsvolume de komende jaren stijgt en dat het rijksbudget zal afnemen. Een onderwerp waar we als gemeente dus mee aan de slag zullen moeten. We moeten ons richten op zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstand aan het werk te laten gaan. Soms moeten we deze mensen hierbij helpen. Dat maakt de gemeente hier actief op stuurt. Mogelijkheden en ideeën die we hebben gevonden en gezien in het land, hebben we hier weergegeven. We kunnen kijken naar een weg, nog even vooraf. Het kan ook zijn dat een deel van die ideeën al wel bestaat en dat we die misschien al wel doen. Maar ik vond het wel belangrijk om ze hier te noemen. Werkgeversbenadering. Een werkgeversservicepunt, bijvoorbeeld Vechtdal Breed. Flextensie zijn we tegengekomen. Dat is een organisatie die plaatst gemotiveerde bijstandsgerechtigden voor tijdelijk werk bij reguliere werkgevers. Deze betalen daarvoor een marktconforme vergoeding. De gemeente kan daarmee de uitkeringslasten dekken, flextensie de bedrijfslasten en de bijstandsgerechtigde krijgt 2 euro extra per gewerkt uur. Dus extra inkomsten voor de bijstandsgerechtigde, maar geen administratief gedoe bij de verrekening van inkomsten. In hoeverre doen we dit al met Dalfsen Werkt? Dan de statushouders. We zien in het land dat het mogelijk is om ze op het moment dat ze zijn toegewezen aan Dalfsen op het AZC al aan de gang te laten gaan met de taal en cultuur leren. We kunnen inzicht krijgen in talenten, motivatie, taalniveau en werkervaring, opleiding en psychische en lichamelijke gesteldheid. Vervolgens kun je ze aan de gang met ze met een intensieve taalkursus. En mensen op zoek naar de juiste opleiding. Op die manier creëer je een plan van aanpak waar je met de statushouders op zoek gaat naar werk. Tot slot willen we nogmaals aandacht vragen voor de wijze waarop we in deze situatie terecht zijn gekomen. Het lijkt erop dat met de komst van een nieuwe accountant we plotseling te maken hebben met allemaal herstelacties om ons huishoudboekje op orde te krijgen. En daarbij valt ons op dat u het doet voorkomen alsof het ons overkomt. Maar het is natuurlijk niet zo. We hadden dit moeten zien aankomen. Voorbeelden daarvan, het inzetten van reserves voor structurele uitgaven. We weten al jaren dat we dit fout doen. Toch hebben we hier niets aan gedaan al die tijd. De kosten voor installaties in onze gebouwen. We gaan de komende 5 jaar een verhoging zien van deze post. We wisten bij oplevering van het gemeentehuis al dat dit eraan zat te komen. Bij de jaarrekening bleek er ineens sprake te zijn van verlofstrumeren. Deze kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Dat kan toch eigenlijk niet? Bij grote projecten blijken we niet in staat te zijn om een investeringsaanvraag voor het totaal op te leveren. We krijgen het in delen aangeleverd, waardoor we als raad het gevoel krijgen een fuik in te zwemmen, waar we niet zomaar mee uit kunnen komen. We hebben dat al vaker gezegd, maar ook nu blijkt dat het nog steeds actueel is. We moeten ervoor zorgen dat het huishoudboekje van de gemeente op orde is en op orde blijft. Dit bereik je volgens ons in ieder geval met een aantal simpele uitgangspunten. Een sluitende begroting over meerdere jaren. Investeringsvoorstellen per onderwerp indienen, niet in delen, waardoor de kans groot is dat je voor verrassingen komt te staan. Een transparante manier van voeren van de planning- en controlcyclus. Dus volledige afwikkeling van de begroting, jaarrekening, etc. op tijdstippen die zijn afgesproken. En niet zaken overhevelen na het einde van het jaar. Voorkomen van verborgen posten, zoals de verlofstuurmeren. Verborgen achterstallig onderhoud en andere financiële verrassingen. Maak het niet onnodig ingewikkeld. Deze perspectiefnota is voor ons al lastig genoeg door het ontbreken van heel veel noodzakelijke informatie. Voorzitter, wat we vooral willen is dat de volgende raad een gezonde financiële situatie overgedragen krijgt. Als ik de wethouder moet geloven, en dat doe ik, dan hebben we veel te veel ambities. Ik eindig dan ook met een mooie quote van Loesje. Als de lat te hoog ligt, dan kun je er altijd nog onder doorlopen. Ik dank u allen voor de aandacht namens de VVD-fractie. Dank u wel, meneer Veldhuis. Ik kijk even rond of er nog vragen aan u zijn. En ik zie niemand reageren. Dan denk ik dat het moment voor een schorsing is aangebroken. Mag ik u allemaal uitnodigen voor een kopje thee of een kopje koffie. En ik stel voor dat wij om 9:20, dus over een kwartier, de vergadering heropenen. Is dat akkoord? Die zal ik niet volpraten, maar ik ga u wel bedanken voor uw inbreng.
En het is spannend wat we er donderdagavond van maken. Ik sluit niet de vergadering, ik schors hem. En ik hoop u allen terug te zien komende donderdag. Schors de vergadering.